Ja, dames en heren. Voor veel mensen begon hun liefde voor de musical in de 90 jaren met de musical Les Misérables, gebaseerd op de wereldberoemde roman van Victor Hugo. En deze oermusical is vanaf begin volgend jaar te zien als een nieuwe Nederlandstalige productie, zodat ook een nieuwe generatie musical-liefhebbers deze klassieker kan gaan bekijken. Ja, de musical komt exclusief naar het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. En we hebben vanavond een primeur, want u ziet vanavond voor het eerst op televisie de nieuwe cast van Les Misérables. Graag een warm applaus voor René van Kooten, Céline Purcell, Jamai Lohman, Carlo Boshart, Wim van den Driessen en Noulayla Karim. Blauw voor hoop.